Mogelijk gemaakt door Beestenplein, Welzijnscentrum voor Huisdieren. Wij dragen onder andere bij aan het huisdierwelzijn via onze webshop met natuurlijke diervoeding, ons e-magazine en onze KVO-opvang. Kijk voor alles wat te doen op www.beestenplein.nl. Hoi allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering. En zoals je al ziet hebben we vandaag weer best wel wat diertjes binnengekregen. 22 om precies te zijn. Daarvan is dit één groep. Dit zijn mannen. En dit ook. Ze zijn afkomstig van een instelling die moest stoppen. Dit zijn vier dames die zouden gescheiden gezeten hebben. Zij het niet dat deze dame tussen de beertjes liep. En tussen deze drie dames liep een beertje. Dus iets is er misschien verwisseld. Maar ja. Het komt er wel op neer dat we deze vier dames 10 weken hier gaan houden. De dames zien er goed uit. Waarschijnlijk zijn ze ook nog niet erg oud. De mannetjes die lijken heel erg te variëren in de leeftijd. Er zit één beertje bij, die is erg mager. Dat is deze. En we hopen dat deze het gaat redden. Want deze ziet er gewoon echt niet goed uit. We gaan alles aan doen natuurlijk om hem weer op te lappen. Hij is ook echt heel dun hier. Je kunt het zo ook wel zien. De rest ziet er redelijk uit, maar we gaan ze voor de zekerheid wel even allemaal behandelen. Zodat we zeker weten dat er geen ongewenste beestjes op ze lopen. En dat is niet de enige groep die we vandaag binnengekregen hebben. Nou, je zou het niet zeggen, maar in deze bak zitten dus ook 7 beertjes. En die zijn gebracht wegens gezondheidsredenen van de eigenaar. Die kon er niet meer goed voor zorgen. Deze beertjes die lijken heel zacht aardig te zijn qua karakter, maar ook nogal bang. We hebben ze net op de foto genomen, dat viel ook niet mee. Ik laat ze ook even met rust, want ze zijn erg onder de indruk. En deze mannen die gaan we voorlopig even samenhouden in deze kooi. En dan gaan we even kijken welke bij elkaar passen om zo stelletjes te kunnen maken die dan plaatsbaar worden. En op het moment dat er dieren bij zitten die te onrustig zijn of die niet plaatsbaar worden als stelletje, dan denk ik dat we die gaan uitplaatsen nadat ze gecastreerd zijn. Maar we gaan ze eerst eens even heel goed socialiseren, want waarschijnlijk met dat extra aandacht dat we ook al een eindje komen. Nou, de kleintjes van Lily groeien ook ontzettend goed. Iets te goed eigenlijk naar onze zin. Ja, waar zijn je andere kleintjes, meid? Verstopt. Ze zijn nu 2,5 week oud. En ja, het gaat dus super goed met ze. Dat is het meisje waar je nou tegenaan kijkt. Beertje, die zit er daarin lekker te eten. Dus ze worden elke dag in de hand genomen en ze zitten al bijna op het gewicht om te mogen verhuizen. Maar ja, daar zijn ze natuurlijk nog iets te jong voor. Wij gaan nog even een weekje heel erg genieten van het kleine spul. En daarna komt Lily ook beschikbaar voor adoptie zodra ze weer goed hersteld is. Want ze zit nog wel een beetje met die kale plek die je nu op de rug ziet. Die willen we wel even netjes dicht laten groeien. Waar is de derde babymeisje? Mogen die ook nog even zien? Ja, daar is hij. Hallo meneer. Nou, kijk eens aan. Je ziet, ze hebben lekker eten. Ze hebben een flinke selectie gekregen van de vrijwilligers. Buiten het hooirolletje om lekker op te kunnen knagen, hebben ze een gewone kruidenmix. Brokjes van ons eigen merk. Ze hebben korthooi, groene haver en nog muesli. Zodat ze niet te kort komen om lekker te groeien. Nou, inmiddels is alles hier weer rustig. Alles is voorzien van een schone kooi. Een nieuw onderkomen. Dus we gaan weer afronden. Een fijne dag nog. En bedankt voor het kijken. Doei!